Hey iedereen, het is hier terug Tom met een nieuwe aflevering van Deze Wereld is Kut. Ik weet het, ik heb al een hele lange tijd niet geüpload en zo. En sommige mensen vroegen mij van hey, hoe komt het en toestanden en zo. Dus ik dacht, weet je, laat mij nog maar eens een video uploaden van De Wereld is Kut. En waarom de wereld vandaag kut is, de titel zegt het al, dat is tatoeages. Dus ik ga jullie vertellen. Ik heb vrij veel tatoeages, zoals jullie zien. Ik heb veel zichtbare tatoeages. Ik heb mijn handen, ik heb mijn nek, ik heb mijn gezicht. Ik kan mijn tattoos niet meer verbergen. Het is op die moment gekomen dat ik het gewoon niet meer kan. En ja, dat was volledig mijn eigen keuze. Wat niet mijn eigen keuze was, was hoe dat ik behandeld word door mensen, omdat ik wat tekeningen op mijn lijf heb. Nu, ik ga jullie er vertellen. Ik ga jullie er twee voorbeelden geven. Dat zijn voorbeelden dat ik vrij recent heb meegemaakt. En dat zijn voorbeelden dat ik eigenlijk niet kunnen vinden. En ik snap dat niet, dat mensen zo close-minded zijn eigenlijk nog in 2021. Dus, here we go. Het eerste voorbeeld is eigenlijk vrij simpel. Ik ging naar de winkel, want ik ging wok eten die avond. Dus ik ging aan wokgroentjes. En ik zag een klein meisje springen naar die paprika's. Want de paprika's lagen niet op het eerste, maar op het tweede schap. Dus ik ging er naartoe, ik pak die op en ik zeg van, hey, pak die paprika dat je moet hebben, kies er maar uit. En ze pakt die paprika, ik zet die neer, ze zegt dank u meneer en ik ga gewoon verder. Ik dacht, ik heb een goede daad gedaan. Ik stond daar niet bij stil, bij iets anders eigenlijk gewoon. Nu, ik ga verder in die winkel, want de wokgroenten lagen verder, dus ik moest verder in die gang gaan. En ineens komt die haar moeder blijkbaar, met haar kind in haar hand, naar mij gestormd. En die begint mij daar uit te schelden voor het vuil van de straat, gewoon omdat ik dat kind geholpen heb. En ik had zoiets van, wow, rustig. Het enige dat ik heb gedaan was, ik heb ze geholpen aan haar paprika. Voor de rest interesseert het mij niet, het boeit mij niet zoveel eigenlijk, snapte? En op het einde zei die Amy, ik denk dat ze Amy noemde, maar ik ben niet meer 100% zeker. Ze zei, Amy, je moet wegblijven van die mensen, want die mensen hebben tekeningen op hun lichaam. En dat wil zeggen dat ze in het gevangen hebben gezeten en dat ze slechte dingen doen. En ik heb zoiets van, wat? Ik ging gewoon verder, ik was eigenlijk een beetje verstomd. Ik dacht in mijn eigen van, ik heb nog nooit contact gehad met de politie. Ik zit niet aan de drugs, ik zit niet aan de drank, ik rook zelf niet, dus ik snap niet van waar dat dit komt. Ik snapte het gewoon helemaal niet. Dus dat zijn vooroordelen dat die persoon had tegenover mij, terwijl dat die mij totaal niet kent. Die kent mij van geen haar af pluimen en toch gaat hij zo toxic doen voor god weet welke reden. Nu, dat was voorbeeld 1. Voorbeeld 2 is eigenlijk een korter voorbeeldje. Voorbeeld 2 was een tijdje geleden. Ik had goesting in een broodje en ik ging naar de broodjeszaak bij mij niet ver van de deur. En ik kom er binnen en ik zeg, hey, hallo, goeiedag. En die kijkt naar mij, die achter de toog, die kijkt mij recht in mijn bakjes, gewoon recht in mijn ogen. Dus ja, ik wist niet wat ik moet doen, dus ik kijk gewoon terug. En ja, die draait haar kop naar haar collega en die zegt, amai, dat is wel krapul, die ga ik niet bedienen. En die loopt gewoon verder naar van achter in die winkel. En ik was zo verstomd van hoe dat die mij behandelde. En ik verstond dat niet. Ik had zoiets van, ik kom hier om een broodje en jij gaat zo doen tegen mij. Ik bedoel, allee ja, ik snap dat niet. Ik snapte dat gewoon niet. Ik was zo verstomd dat ik zelf gewoon naar huis ben gegaan zonder broodje. Ik heb geen broodje gekocht toen, ik ben gewoon eigenlijk naar huis gegaan omdat ik zoiets had van what the fuck is dit eigenlijk? Ik snapte het niet helemaal. Dus dat zijn twee dingen dat ik recent heb meegemaakt. En ik maak zo nog veel dingen mee, om eerlijk te zijn. Ik heb nu gewoon willekeurig twee voorbeeldjes uitgepakt, maar ik heb meer van die voorbeelden van mensen dat mij gewoon als shit behandelen, terwijl ik niet eens iets misdoe of ja, weet ik veel eigenlijk gewoon, dus ik snap er eigenlijk niks van. Dus, hetgeen dat ik eigenlijk hiermee wil duidelijk maken is, ik weet niet hoeveel mensen dat er kijken naar mijn video's. Ik weet niet hoe dat die mensen eruit zien.
Ik weet niet, hebben jullie veel tattoos? Hebben jullie geen tattoos? Willen jullie tattoos? Willen jullie totaal geen tattoos? Zijn jullie ervoor? Zijn jullie er tegen? Dat is allemaal persoonlijke smaak. Je kiest daarmee wat je doet. Wat je niet kiest, is hoe dat mensen je behandelen. En daarmee dat ik jullie wel gewoon wil waarschuwen van... Zijt je van plan om een tattoo te zetten? Doe je ding, volledig. Niemand heeft daar iets aan te beslissen. Maar besef wel dat mensen je anders gaan behandelen en anders gaan bekijken. Vooral als je zichtbare tattoos zet, dat je niet echt kunt verbergen niet meer. Mensen gaan altijd scheef kijken en mensen behandelen je anders. En dat moeten we wel gewoon weten, dat dat echt zo is gewoon. Dus ja, ik vind dat gewoon kut dat mensen andere mensen behandelen op hoe dat je eruit ziet of toestanden. Ik snap dat niet. Dat is like als je kent iemand niet en je gaat die mens gewoon al slecht beoordelen omwille dat hij tekeningen op zijn lijf heeft staan of om alleen maar witte, dat is ja, ik snap dat niet goed. Maar ja, dat is de wereld in wat we leven en er zijn mensen dat voor tattoos zijn, er zijn mensen dat tegen tattoos zijn. Je doet allemaal jullie zin. Het enige waar ik jullie voor wil waarschuwen is, als je van plan bent om een zichtbare tattoo te zetten, dat je niet kunt verbergen of toestanden, weet dat je daar kritiek op zult krijgen, weet dat je daarvoor gejudged zult worden en weet dat je daarvoor echt anders behandeld zult worden gewoon. Dat is gewoon het enige, dus denk goed na of dat je dat wel wilt, of dat je dat wel aan kunt en toestanden. En voor de rest zou ik zeggen, doe gewoon jullie ding, boys and girls, want... Het leven is te kort. Van mij apart zetten, heel al lijf vol in de vorm van een racevlag of zo. Het maakt me helemaal niet uit wat je doet. Je doet gewoon je zin. Maar dat is het enige dat ik wil zeggen. Van, pas ermee op, want mensen judgen nogal snel en behandelen je snel kut. Nu, dat was het eigenlijk voor deze video. Ik hoop dat je het een beetje tof vond. Ik hoop dat je het een beetje entertaining vond. En... ik wou jullie een glimp geven in het leven van iemand dat nogal vrij heavy getatoeëerd is. En hoe dat ik word behandeld door sommige mensen. Of dat dat terecht is of niet, dat laat ik volledig aan jullie over. Persoonlijk vind ik dat niet terecht. Ik vind dat iedereen het recht heeft om eruit te zien hoe dat hij wilt. Om zich te kleden hoe dat hij wilt. Het boeit mij allemaal eigenlijk gewoon niks. Maar dat was eigenlijk wat ik wou zeggen in deze video. Ik dank jullie allemaal om te kijken. En ik zie jullie graag in de volgende video. Yo, nog een goeie dag.